wereld. En als je om je heen kijkt, zie je dus overal oorlog en onderdrukking en ontploffingen, mensen die zichzelf laten ontploffen enzovoort. Dat is de kracht van het masker, dat is gebrek of is onschuld. Ja? Ja. Daarom streef niet de meester, dat betekent probeer niet altijd de macht te hebben over alles. Streef niet de meester, maar geef meesterschap aan de onmacht. Gelijk de grijsaard zijn gesloopte weefsel de levende dood geeft. Maar is het niet een negatief gedicht dan? Het is niet optimistisch, maar het is wel zoals het is, in feite. Ja, want als je dus uitgaat van de onsterfelijkheid van de ziel, en daar ga ik vanuit, dan besef ik gewoon dat dit een tijdelijk voertuig is waarin we ons bewegen. Toevallig op familiegebied, zoals we nu zijn, zoals we nu hier zitten. Maar er zal een andere situatie weer zijn, waarin andere eigenschappen boven komen drijven, waarin we die eigenschappen weer tot grote hoogte kunnen ontwikkelen. En het belangrijke is dat je altijd verder gaat, dat je altijd bezig bent onderweg. Je bent altijd onderweg. Het is nooit zo je bent er. Dat je ergens aankomt of zo. Het is altijd dat je onderweg bent. Het is een constant proces van verandering. En op het moment dat jij tegen gaat werken, dan lijkt het alsof het duurt. En dan schep je tijd. En op het moment dat je meewerkt, dan duurt het niet. En dan verdwijnt de tijd. Ik denk ook dat het duurt als je meewerkt.